Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Geef me alvast een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dus veel plezier met kijken. Chris en ik hebben onze bestemming gevonden. Ik denk dat we hier blijven wonen. Ja, ja. Zeker, de rest van de dag. Ja, wij gaan hier niet meer weg. Morgen. Ja. Ja, kijk, we zitten in een apparaat en die doet mijn nek. Fantastisch. Wat is er, Rick? Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik kan een prijs winnen. Zenuwachtig? Ja, het prijs is dikke zoen op je neus waarschijnlijk. Dat maakt niet uit. Het feit dat je iets kan winnen, daar word je zenuwachtig van. Ja, ik heb dit circuit al een paar keer gereden bij Formule 1. Dus ik zou in theorie goed kunnen rijden daar. Aha. Nou, we gaan even kijken naar de tijden. Dit zijn de tijden. Hier. Dus hij moet 2,37. Daar, 2,37. 2,56. We gaan het allemaal meemaken. Ja, rustig om je heen kijken. Ik laat even zien wat je allemaal kan zien met deze bril. Alleen hij ziet het al. Oh, ja, nu is het ook 3D bij ons. Ja, hier bij ons is het ook genoeg. Kijk dan. Bij hem nog meer in de bril, maar in de bril kunnen we niet filmen. Kijk, ik heb ook een netje, dan kan hij er niet uitvliegen. Oh, hij doet zijn raam ook. We kunnen zelfs... Hij stapt nu uit. Kijk dan. Oh, dat vind ik wel weer leuk. Ja. Oeh. En het hele circuit. Oh, een mooie vleugel heb je. Heet dat een vleugel? Het heet een vleugel. Kan dat goed? Heel gaaf. Joan is moe van in der Brabant. Vond er ook wat gevoelig op haar buik. Kom maar wijs, het raf. Dus we longeren nog even naar de stapmolen. Zodat, nou ja, longeren. Ik laat er even bewegen. Stap, draf, galop. Om alle dingen weer even goed te laten bewegen. Ik zie ook dat ze wat afgevallen is van één dag in der Brabant. Maar goed, dat lossen we wel weer op met voer. Geen probleem. Kom maar meis. Dus ik ga me even concentreren op ons frontje. Daar is mijn paard. Hallo schat. Ga je lekker rijden? Hey. Want jij ziet die trailer en denkt, ik ga toch even serieus niet in een trailer vandaag. Nee, je hebt vandaag niet. Oh, je hebt al gereden. Ja. En aan het uitstappen. Ja. Hallo, heb je lekker gereden? Wacht eens even jij. Hallo. Doe eens even mee. YouTube paardje van me. Heb je lekker gerend? Was ze braaf? Ja. Heb je lekker gereden? Ja. Goed zo, dat is fijn. We gaan naar Teteringen en Tessa neemt mee. Een Barbie pony. Met allemaal, overal, vliegjes. Nou, ga maar naar de trailer in. Ja, oh, staart, sorry. En ook de staart. Nou, ga de trailer in. Hop, hop, ja. Zegt ze, ik wil even praten. Zo, ik sta. Eén moment dus. Ik weet niet wat het was, maar we zijn in Teteringen. En Tess gaat trainen bij Frank. Ja, zo. En die moest eerst even de haar los schudden. Doe schrik je gewoon je haar los, geloof ik, of zo. Ja. Nou, Belle is een brave pony. Ja. En nou kijk, dan zie ik dat hij als hij afwendt, gaat hij ietsje langzamer dan dat hij rechtuit loopt. Ja, dus nou probeer dit tempo heel stabiel te houden. En stabiel, dat betekent dat hij constant hetzelfde tempo geeft. Ja, en je ziet heel vaak in een hoek dat ze een beetje inhouden of in een wending. Dus nou, dit is een lekker actief staptempo. En dat probeer je zo te houden. Ja, als je in de hoek komt, moet hij de hoek goed inlopen. Hè, dus niet afsnijden, dat doet hij goed. En nou komt hij toch ietsje langzamer. Zie je dat? Of voel je dat? Ja. Dat hij nou langzamer gaat. Ja, het komt dat we bijna nooit door een hoek heen zijn. Ja, dus dat is wat moeilijk, hè? En dan ga je daar... Over de hoefslag, maar niet helemaal... Ja, en nou moet je dus eigenlijk proberen. Dan wil ik kijken, dan gaan we één rondje kijken of dat je dat zou kunnen. Kijk, nou stapt hij wel door. Dan loopt hij ook goed genoeg de hoek in. Het gaat er niet om dat je zo diep mogelijk in de hoek gaat, hoor. Het gaat er eigenlijk maar om dat hij niet afsnijdt in de hoek. Ja, daar sta je dan, hè. Eten. Dat is dan toch wel heel lekker als je zo je best gedaan hebt. Het is een lastig bakje, geloof ik. Na de les van gisteren is er blijkbaar een kwartje gevallen. En je kunt ook draven en niet alleen maar galopperen. Dus ze is heel erg goed aan het oefenen. Ze doet heel erg haar best. Veel figuren aan te rijden, maar alles in draf en niet dat gejaagde galopperen elke keer.
Dus daar zijn we heel blij mee. Bedankt aan Frank. Maar nu gaat ze wel galopperen. Genoeg is genoeg. Deze weekvlog. Geef hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zien we je morgen weer. Doei!